Hoi, goedemiddag. Welkom bij AutoShiro. U heeft op een Berlingo van ons geklikt. Dit is een lengte 2, dus hij is net ietsje langer. Dat is misschien praktisch voor u. Ik heb hem gekocht in België, van Leaseplan België. Dus de volledige onderhoudshistorie heb ik voor je ter inzage. Daarmee kun je ook de kilometerstand zien dat die klopt. Kijk even mee. Zoek je nou een busje trouwens? Ik heb er nogal wat. De Berlingo. Nieuw kenteken, omdat hij dus geïmporteerd is uit België. Banden zo goed als nieuw. Het is een 3-zitter voorin. Is altijd handig natuurlijk. Ik heb de onderhoudshistorie waar ik het over had ook al eventjes uitgeprint. U ziet, dit is het Belgische kenteken geweest. Dat kan ik u ook aantonen. Cruise control, niet onbelangrijk. 158 gereden, is natuurlijk een lachertje voor zo'n diesel. Als hij maar netjes onderhouden wordt. De airco, die werkt ook. En dit is een belangrijke optie. Er zit Apple CarPlay op. En dat is voor navigatie, et cetera, wel heel erg praktisch. Elektrische ramen natuurlijk. We gaan even achterin kijken hoe er daarop gepast is. Als ik door het raam kijk, dan al goed. Parkeersensoren achter. Helaas nog geen trekhaak. Andere kant. Dan is er ook nooit wat mee getrokken. En tegen een kleine meerprijs, ik denk 500 euro, zit er een trekhaak onder. We gaan even deze openmaken. En dan kunnen we even achterin kijken. Komt ie. De vloer zit erin. Lat en blad. Netjes betimmerd. Schot zit erin. Dus van alle gemakken voorzien. En ik hoop dat je het kan zien. Er zit geen krasje of deukje in. Het is een paar stickers erop. En je kunt rijden. Hoewel, hij is toe aan een onderhoudsbeurt. Dat zien ze vaker als ze uit de lease komen. De laatste beurt krijgen ze niet. Nou, daar kan ik een offerte voor maken. Je kunt het uiteraard ook gewoon bij je huisgarage doen. Geen enkel probleem. Wil je financial lease voorstellen? Heb je binnen 5 minuten van me. Wil je zo'n busje inruilen, maar een stuk ouder? Geen probleem, ben ik blij mee. Heb je niks in te ruilen? Ook goed. Heb je wat anders in te ruilen? Ook goed. Je merkt, we zijn niet zo lastig. Ik heb alleen van u een belletje of een appje of een mailtje nodig dat u interesse heeft. En dan gaan we kijken of we er samen uit kunnen komen. Voor nu, hartelijk dank voor de aandacht en graag tot ziens.